In een land, hier ver vandaan, leefde ze een mooi lief meisje, dat Assepoester heette. Ze woonde bij haar gierige oude stiefmoeder en haar twee gemene stiefzusters, en ze moest helemaal alleen al het werk doen in huis. Niemand hielp haar daarbij. Assepoester kookte en bakte en poetste, en ze had natuurlijk nooit tijd om uit te gaan. Maar op zekere dag kwam er een uitnodiging in de bus die door de koning zelf was verstuurd. Er zou in het paleis een groot bal worden gegeven voor de prins, en alle jonge meisjes uit het land mochten komen. Wat heerlijk, dacht Assepoester. Ik ga er ook heen. Haar gemene stiefzusters dachten natuurlijk alleen maar aan zichzelf. En ze liet Assepoester de hele dag allerlei werkjes voor zich opknappen. Pas deze strik. Strijk mijn jurk. Zet krullen in mijn haar. Zoek mijn zakdoek en mijn waaier. Zo riepen en schreeuwden zij om het hardst. Maar ik heb zelf nog zoveel te doen, zei Assepoester. Ik ga toch ook? Jij? Spotte ze. Jij? Naar het bal van de prins? En ze lieten haar nog meer doen. Zij werkte 's morgens, terwijl haar stiefzusters nog sliepen. En 's middags, terwijl ze in het bad gingen. En 's avonds moest zij ook nog hun haren kammen. Zo zorgden de stiefzusters ervoor dat Assepoester geen minuut voor zichzelf had. Toen de koets die hen naar het bal zou brengen voor de deur stond, waren de lelijke stiefzusters helemaal klaar, maar Assepoester had haar werkleren nog aan. Maar Assepoester, zeiden de stiefzusters vals, ben je nu nog niet klaar? Nee, zei Assepoester, ik moet nu wel thuis blijven. Arme Assepoester liep huilend de tuin in. Maar plotseling stond er voor haar een klein oud vrouwtje met een vriendelijk gezicht. Een tovervee. Vlug, kind lief, sprak ze, je moet naar het bal. Assepoester kon haar ogen haast niet geloven. De tovervee had een dikke pompelmoes veranderd in een prachtige koets. Een paar muizen veranderden ze in een wip in paarden en zij toverde ook nog 2 lakeien. Ziezo, nu ben je klaar, zei de tovervee. Stap maar gauw in, dan kom je nog net op tijd. Maar mijn jurk, zei Assepoester. De tovervee bekeek de jurk en zei, die is helemaal niet mooi. Zo kun je niet gaan. Ze zwaaide met haar stokje en zei, salagadola, menchikabola, bibbidi, babbidi, boe. Dat zijn toverwoorden. En toen had Assepoester de mooiste baljurk aan die er ooit op de wereld heeft bestaan en droeg ze schattige glazen muiltjes aan haar voetjes. Oh, riep Assepoester, hoe kan ik u bedanken? Ga nu maar gauw, kindlief, zei de tovervee. Maar denk eraan, om precies 12 uur is de betovering verbroken. Dan is alles weer precies zoals het was voordat je mij ontmoette. Ik zal eraan denken, beloofde Assepoester. Dit had ik nooit kunnen dromen. Toen stapte zij in de koets en daar ging het, naar het bal van de prins. En wat voor een bal! Het paleis van de koning straalde van het licht. Er was muziek en er werd gelachen. En alle dames hadden hun mooiste jurk aan. Maar Assepoester was de mooiste van allemaal. De prins bleef de hele avond bij haar en zij dansten alleen maar met elkaar. Ook tijdens het grote diner zaten zij naast elkaar en de prins vond Assepoester steeds aardiger. Maar plotseling begon de klok 12 uur te slaan. Oh, riep Assepoester. Oh, dat was ik bijna vergeten. Ze holde de balzaal uit en de trappen van het paleis af en verloor daarbij 1 van haar muiltjes. Maar ze had geen tijd om het op te rapen. Ze sprong in haar koets, die meteen wegreed. En toen de klok 12 keer had geslagen, was de koets verdwenen en niemand wist waar het mooie meisje was gebleven. De volgende morgen wist heel het koninkrijk wat er was gebeurd. En de groothertog ging met het glazen muiltje naar alle meisjes toe die op het bal waren geweest. Want de prins had gezegd dat hij alleen wilde trouwen met het meisje dat dit kleine schoentje zou passen. De groothertog kwam ook bij de lelijke stiefzusters van Assepoester. Maar hoe die zich ook inspanden, het glazen muiltje was veel te klein voor hun voeten. Assepoester was opgesloten in haar kamer. Haar stiefmoeder wilde niet dat zij het muiltje zou passen.
Arme Assepoester. Bijna zou de groothertog weggaan zonder dat hij haar had gezien. Maar de muisjes die haar vriendjes waren, haalden stilletjes de sleutel en schoven die onder Assepoesters deur. Daardoor kon zij nog net op tijd komen. Alsjeblieft, riep Assepoester, mag ik het muiltje ook passen? En het spreekt vanzelf dat zij het muiltje wel kon aantrekken. Verheugd nam de groothertog Assepoester mee naar het paleis. Daar trouwde zij met de prins en zij leefde nog lang en gelukkig. En de muisjes die Assepoester zo prachtig geholpen hadden, mochten ook in het paleis wonen. Ze kregen er net zoveel kaas en spek te eten als ze maar